Voor de aanvang van de Raad van Ministers werd er aan de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadien, gevraagd naar een update in zaken onze spoedeisende hulp. De minister ging hierop in en geeft zijn reactie en zegt ook dat in de komende maanden enkele projecten uitgevoerd zullen worden bij de SEH. Natuurlijk, de SEH is open. Ik heb geen verontrustend bericht gehad of bericht gehad van de directie dat er daar direct issues zijn. Integendeel zijn we met de SEH bezig met de voorbereidingen voor de renovatie. Grote renovatie, upgrading van de SEH. Recentelijk is er ook een geste gekomen vanuit een bedrijf voor ICT-equipment. Ook daar zijn we bezig. En misschien, ik weet niet waar u refereert, als het gaat om personeel of als het gaat om verbruiksmiddelen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, u weet, we hebben maar één SEH in Suriname. En het is altijd het beleid geweest om zoveel mogelijk de oproep te doen naar de samenleving. Om de druk op de SEH zoveel mogelijk te helpen voorkomen. Door datgene wat in principe bij de huisarts kan worden afgehandeld, dat zoveel mogelijk daar moet gebeuren. Ook hebben we gezien de afgelopen jaren dat er ontwikkeling is geweest van het ontstaan van spoedposten. Huisartsenspoedposten die eigenlijk die gevallen kunnen wegvangen. Ook bij het AZP heb je een huisartsenpraktijk die dat kan doen. Maar de huisartsen zijn altijd opgeroepen, ook door, niet alleen door het ministerie, maar ook door het management zelf van de SEH, dat de huisartsen zoveel mogelijk beschikbaar moeten blijven, ook buiten spreekuren, voor hun patiënten als het gaat om acute gevallen, acute huisartsengevallen. Natuurlijk, als je een grote trauma hebt, een grote aanrijding, een hartinfarct of een niersteenaanval waardoor niemand te bereiken is, dan moet dat sowieso naar de SEH. En let wel, de SEH werkt volgens een triagesysteem. Dat wil zeggen, niet de eerste persoon die daar binnenkomt wordt geholpen, maar aan de hand naar gelang van de urgentie worden er selecties gemaakt en weten ook de medewerkers hoe om te gaan hiermee. Maar op dit moment zijn we dus wel qua SEH in elk geval met het plan bezig om de renovatie te doen. Binnenkort gaat 8 maanden duren. En dat we ook bezig zijn met een aantal andere projecten bij de SEH voor wat betreft equipment, etc. De bemensing, kijk, we hebben sowieso ook effect gehad van de SEH op van de reëndering op de SEH. Maar nogmaals, ik heb u altijd hier gezegd, geadviseerd, gaat u ook een keer langs bij managements van ziekenhuizen. Want ook die kunnen de specifieke informatie geven. En wij zijn transparant wat dat betreft openbaarheid van bestuur moet gegeven worden. De problemen moeten zoveel mogelijk besproken worden. Maar ik zou u willen verwijzen naar de directeur van het AZP voor specifieke informatie als het gaat om het personeelstekort. Daarvoor heb ik niet direct de inzage.